2.C, het is jouw huis, waar het gebeurt vooral. Maar ik vind jou eigenlijk de eerste persoon die de eerste cd ook ontvangt zou moeten nemen van een trilogie, zou ik zeggen, een drieluik, rondom het gerenoveerde grote Doelenorgel. U weet, in de andere zaal staat een kanjer van een orgel, een groot stadsorgel, en waar sinds dit seizoen veel Bach wordt gespeeld, niet alleen zelf, maar ook gastorganisten uit het land. En het orgel is na de laatste renovatie klassieker gaan klinken. En toen het idee kwam van we moeten wat doen met het orgel, om het ook via de schijf in het daglicht te zetten, toen dacht ik, ik ga Bach spelen. En dan krijg je gelijk de vraag, wat voeg jij toe aan al die 100.000 Bach-opnamen? Wel, ik weet het niet, natuurlijk weet ik het wel, maar dat laat ik graag aan de luisteraar over. Wat ik hier aan toevoeg is eigenlijk, wie het grote niet eert, is het kleine niet eert, en wie het kleine niet eert, is het grote niet eert. Want zo gaat het hier in de doen. We hebben twee orgels hier op het podium, een klein orgel en een groot orgel. Alleen klein is niet klein in de letterlijke zin van het woord, en groot is ook niet groot in de letterlijke zin van het woord. Het gaat erom met wat je ermee doet. En dat heb ik geprobeerd, dus in die zin voeg ik zeker wat toe. Ik heb me verplaatst in eigenlijk de jeugdjaren, toen ik nog niet op conservatorium zat. En de eerste stukken van Bach, dat waren voor orgelkennis de 8 kleintjes. Die heb ik op het Doelenorgel ingespeeld. En die 8 kleintjes, die zijn niet gespeeld door een 16, 17-jarige, maar door iemand die 50 plus is. En dat betekent dat, net als bij de wijn, er heel iets bijzonders kan gebeuren. Maar een betere aanrader kan ik niet geven. Er staat ook fantastisch ander werk op, variatiewerken en briljante toccata's die Bach op zijn jonge leven heeft gecomponeerd. En ik zou willen vragen, Gabriel, als je iets krijgt, dan is het niet zo dat ik graag terug wil. Het enige wat ik terug wil is gewoon dat ik hier in de Doelen mijn ding kan doen. En wat dat betreft zitten wij ook in lijn. En ik moet eerlijk zeggen dat wanneer ik kijk naar collega's van mij die zaalorganist zijn, dat ik heel erg trots ben om hier in Rotterdam zaalorganist te zijn, stadsorganist, omdat hier in deze zaal werkelijk wat gebeurt met het orgel. En in tegenstelling tot andere zalen in het land vaak het orgel wel heel mooi als decoratie tegen de wand staat, maar alleen met kerst of met Koninginnedag wordt bespeeld. Dat is in Rotterdam gans anders. Rotterdam was voor de Tweede Wereldoorlog Bachstad. En dat moest zo blijven. Gaan we op. Ingezegend wordt.
door de pastoor of in een kerkdienst wordt ingezegend. Hier moeten we het eigenlijk doen zonder. En u weet dat Bach, die schreef vaak onder zijn partituren SDG, Solideo Gloria. Dus hij wist eigenlijk van, nou ja, voor hem doe ik het, daarboven. Maar zover ga ik vanmiddag niet in die zin dat ik het daarbij wil laten. Ik wil graag de mensen die het hier doen en die hen daar een beetje handje bij geholpen hebben, wil ik ook eigenlijk dank zeggen. En ik wou vragen of Peter Aartsman heeft naar voren gekomen. Ook de orgelbouwer, zie ik ook een steen dan. Ik weet niet waar hij zit. Natuurlijk de omgekeerde wereld, dit. Als dank, was bloemenvuur.